Hilversum 4. 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 Radio Nieuwsdienst, ANP. In de Indiaanse deelstaat Bihar zijn reddingsploegen aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing in een kolenmijn. Volgens officiële opgaven zitten een kleine 300 mijnwerkers ondergronds ingesloten. Maar andere bronnen spreken over 700 tot 900 mensen. De reddingsoperaties worden bemoeilijkt door water dat de mijnschachten is binnengestroomd. Op Oost-Timor is het achterland van de hoofdstad Dili stevig in handen van eenheden van de pro-Indonesische groeperingen UDT en Apodeti. Het Indonesisch persbureau Antara heeft dit bekendgemaakt. De onafhankelijkheidsbeweging Fretilin heeft eerder melding gemaakt van zware aanvallen van Indonesische troepen op haar stellingen ten oosten van Dili. Amerika zal morgen in de staat Nevada een ondergrondse kernproef houden
met een explosieve kracht die ligt tussen de 200 kiloton en 1 megaton. Dit heeft een officiële woordvoerder bekendgemaakt. De kernlading zal tot ontploffing worden gebracht op een diepte van bijna 1,5 kilometer. In de Noord-Ierse plaats Clare, een kleine 100 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Belfast, heeft een bom zware schade aangericht aan het politiebureau en een aantal winkels. Er zijn geen slachtoffers. De bom zat verborgen in een vrachtwagen die bij het politiebureau geparkeerd stond. Bij een verkeersongeluk op de Rijksstraatweg in Leersum in Utrecht zijn de afgelopen nacht 3 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond. Een auto botste bij een inhaalmanoeuvre frontaal op een tegemoetkomende wagen. 3 inzittenden van deze laatste wagen kwamen daarbij om. Een 55-jarige vrouw uit Amerongen en een echtpaar van 28 en 25 jaar uit Zeist. In Heerenveen zijn gisteravond door nog onbekende oorzaak enkele woningen in een flatgebouw uitgebrand. Het vuur werd bestreden door de brandweerkorpsen van Heerenveen, Wolvega en Jubbega. Na deze nieuwsuitzending begint de eerste uitzending op de nieuwe zender Hilversum 4. Dat is tevens het eerste programma van de nieuwste zendgemachtigde, de Veronica Omroeporganisatie, de opvolgster van de zeezender Veronica. Hilversum 4, dat voornamelijk klassieke muziek zal gaan brengen, zendt uit via de FM-band. Dan de weersverwachting van het KNMI tot middernacht. Veel bewolking, maar droog. Matige tot krachtige, in het Waddengebied nu en dan harde, zuidwestelijke wind. Maximum temperaturen omstreeks 7 graden. De windsnelheidsverwachting 6 tot 12, maar in het Waddengebied 9 tot 15 meter per seconde. Dan nog tot slot een waarschuwing voor de scheepvaart. De districten Texel en Rottum, zuidwest 7 en voor de overige districten geldt geen waarschuwing. Dit was het nieuws.